John de Bever, 58, staat mogelijk voor een gebroken middenvoetsbeentje, een uitdaging voor de zanger die vanavond driemaal moet optreden. Ondanks zijn dikke enkel, hoopt hij Gips te vermijden en gaat maandag terug naar het ziekenhuis. Met een aankomende deelname aan het jachtseizoen, waarin bekende Nederlanders op de vlucht slaan, belooft het lastig te worden voor John. Ik kan dan niet rennen, maar dan loop ik wel met de krukken als het niet anders is, lacht hij. In een drugschema met partner Kees op tournee voor de Bevers, dichtbij, blijkt Gips geen optie. Het succesvolle duo, bekend van hun reality-serie en eerdere shows in Rotterdam Ahoy, voelt zich gezegend met deze theaterkans. We hopen dat de fans naar ons komen kijken in het theater, delen ze enthousiast met shownieuws, terwijl John vastbesloten is om ondanks zijn enkelproblemen het publiek te vermaken.